Ik ben Eva. Al 20 jaar hou ik me bezig met de ouderenzorg en zie ik dat mensen zich zorgen maken over de steeds ouder wordende samenleving. 2040 is het hoogtepunt van de vergrijzing. Het houdt mij best wel bezig hoe de samenleving er dan uitziet. In deze serie ga ik in gesprek met een aantal organisaties die een belangrijke rol spelen in onze samenleving. Ik heb moeite met het woord, ik heb er recht op. Maar het kan wel. Geloof jij echt oprecht? Het kan echt. Met hen onderzoek ik de impact van de vergrijzing en gaan we op zoek naar oplossingen. Dit is de gesprekstafette. We leefden dus in een periode tussen 1968 en nu zou je kunnen zeggen met relatief veel geld, relatief weinig ouderen, veel jongeren die voor die ouderen konden zorgen. En nu gaan we een nieuwe fase in, een fase met veel ouderen, weinig jongeren en de gasbubbel is ook zo'n beetje leeg. Ik vind dat we het heel goed moeten regelen in dit land, met elkaar, voor de mensen die hier wonen. Ik heb moeite met het woord, ik heb er recht op. Wat wij in ons land goed geregeld hebben is dat je aan het werk bent. Ja. Maar als je afstapt, hebben wij keurig een uitkering geregeld voor veel mensen, maar terug naar die arbeidsmarkt, wat we van werk naar werk noemen, dat vinden we veel moeilijker. En in de huidige tijd hebben wij eigenlijk nodig dat we de werkeloosheid afschaffen. Dat we zeggen, joh, hooguit word je even werkzoekend. 2040 is het hoogtepunt van de vergrijzing. Ja. Dus de komende 15, 16 jaar wordt het probleem alleen maar nijpender. Ja. Dus hoe gaan we nou dat gesprek voeren met elkaar, dat we het wel mogelijk maken in plaats van het ontkennen, wegduiken en wegkijken. Ja. Dat dit aan de hand is. Dat betekent dat mensen steeds langer thuis moeten blijven wonen. Ja, en we zien wel, hè, dat horen we ook van dementieverpleegkundigen of case managers dementie terug of van de wijkverpleegkundigen. Ja, die grenzen aan het thuiswonen, die zijn we wel aan het bereiken. Dat we geen verzekeringssamenleving hebben die zegt van we betalen aan bijvoorbeeld de verzekeraar en die moet het regelen. Maar dat we in een situatie terechtkomen waarin we eigenlijk veel meer met elkaar moeten kijken van hoe we die zorg zo goed en kwalitatief mogelijk maken. Ja, en daar hebben we een samenleving voor nodig die misschien wat zachter is en wat meer oog heeft voor elkaar. Ja, het houdt mij eerlijk gezegd best wel bezig hoe de samenleving er dan uitziet. Of we erin geslaagd zijn om dementie echt wat meer voor ons uit te duwen. Ja. En dat we echt een maatschappij hebben waarbij mensen meer naar elkaar omkijken. Ja. Want dat zullen we echt heel hard nodig hebben. Stel je voor, we zitten een stuk verder in de tijd. Zeg, het is 2060 en we kijken terug op de periode waar we het nu over hebben. En jij wordt gevraagd dat verhaal te vertellen. Hoe het is gegaan in Nederland in die periode. Wat wordt dan de titel van jouw verhaal? Wow. Dat is een mooie vraag. Samenleven is belangrijk. Nou ja, dan zal de titel wel gaan over de veerkracht van professionals en hoe zij in staat zijn gebleken om in deze hele uitdagende omstandigheden een voortrekkersrol te spelen om dat maatschappelijke gesprek te voeren, maar ook om daadwerkelijk die verandering die nodig is aan te jagen. Ik denk dat als we de dingen doen die we nu eigenlijk benoemd hebben, ook in het gesprek en waar we ook met elkaar over nadenken, dat de titel van het verhaal kan zijn: we worden met elkaar op een goede manier oud. Misschien moet ik dan iets anders zeggen, we zijn met elkaar op een goede manier oud geworden. Dat wens ik onszelf toe, maar ik geloof ook dat dat kan. Ik wil juist de hoop houden. Dat heb ik gehoord, ja. Ja, en ik denk ook dat het kan. Als het goed is afgelopen, dan is het verhaal de veerkracht van de samenleving. De titel van het boek wordt Het kan wel. Mooi. Ja, denk je dat veel mensen nu denken het kan niet? Ja. Maar het kan wel. Geloof je echt oprecht? Het kan echt. Wil je meer weten over de gesprekstafette en zien wat jij kan doen? Kijk dan op www.actis.nl of volg ons op social media.